HFC dat de laatste weken verloor thuis tegen Excelsior Maassluis. Dat nog wat punten nodig heeft in de strijd tegen degradatie. Pakte vorige week een belangrijke 3-punter thuis tegen Rijnsburgse Bosch. Kan Excelsior Maassluis eindelijk weer eens een uitzegen boeken? De laatste was in februari 2023. Toen won de ploeg bij IJsselmeervogels, dat inmiddels gedegradeerd is naar de derde divisie. De voorzet en Wennekers. De spits dichtbij. Het is een hoekschop. En diezelfde Wennekers wordt natuurlijk weer gezocht. En weer weggekopt. Problemen voor Van der Sar. Inderdaad, de zoon van de doelman bij HFC. Dan de thuisploeg. Kan goed voetballen, alleen de laatste weken houdt het wel eens de wensen over. Maar dit is wel een aardige aanval. Vlak als eindstation, gepakt door Van der Klei. Dan de inworp. Ah, wat mooi! Kevin Derks. 17e minuut wedstrijd, derde goal van de aanvoerder. De routinier in de ploeg, 29. En dit is misschien wel een van zijn mooiste treffers. En een hele belangrijke. Derks dus met een omhaal en de 1-0 voor Excelsior Maassluis. De Wilde. Ja, door alles en iedereen gemist. Ook voorop. Dit zijn toch wel mogelijkheden voor de thuisploeg. Dit is een aardige voorzet van Maatsen. De aansluiting is goed. Davon Zeka, een van de betere spelers bij Excelsior Maassluis dit seizoen. Ringeling. Schieten en Van der Sar. Ruststand dus 1-0 door die goal gescoord door Derks, die hier dus balverlies leidt. Dijkstra. Dijkstra, makkelijke bal voor Van der Klei, de doelman van Excelsior Maassluis. En zo zit het Maassluis niet tegen in Haarlem. Maatsen. Wordt aan zijn shirtje vastgetrokken, dus de vrije trap. En een gele kaart natuurlijk. Die hoort erbij. Die is voor El Idrissi. Hoekschop, HFC. Problemen voor Van der Klei. En in tweede instantie wel goed gepakt. Op de inzet van Cas Dijkstra. Weer een gevaarlijke hoekschop, weer Van der Klei. Is dit Hens? Noordmans vindt van wel. Is dit Hens van Ringeling? Scheidsrechter vindt van niet. Van Delft. Van Delft, nog steeds. Met een aardige voorzet. Maar is dit Hens? Ja, wat kun je eraan doen als verdediger zijnde? Nou, de scheidsrechter beoordeelt als het geen Hensbal en dus geen strafschop. Van der Klei, weer in de problemen. Niet voor het eerst. Noordmans met de voorzet. De druk neemt toe op de goal van Excelsior Maassluis. Maar Maassluis nog steeds op voorsprong. Met wat fortuin, Davon Zeka met wat ruimte. Zet Maatsen aan het werk. Maatsen. Nou, nu dan. Derks, oh wat een kans. Davon Zeka net niet bereikt. Dit had hem kunnen zijn. De 2-0 blijft dus 1-0. Met het balbezit voor HFC. Van Delft. Davon Zeka met weer wat ruimte voor hem. Dit is een goede bal. Van Delft. Van Delft nog steeds. Nu het overzicht bewaren, dat doet hij. En weer niet. En in de rebound wel. Het is Langerdijk. De oudspeler van Go Ahead Eagles en Sparta. Ja, dit gaat een zege opleveren. De eerste uitzegen sinds tijden voor Excelsior Maassluis. En dit is een hele belangrijke. Richting 3 punten. En richting handhaving in de Bad Nation League. HFC. Dit is een overtreding. De eerste overtreding. Ja, goed gezien door de scheidsrechter. Dan de vrije trap die binnen wordt gekopt. Het is 1-2. Goeie goal zeg. Gescoord door Van den Berg in de slotfase met het hoofd.
Net genoeg. Van der Kleij kansloos. Maar deze treffer komt denk ik te laat voor de ploeg van Tameres. Dat wel wat mogelijkheden heeft gehad op meer. Nog een keertje. De voorzet van der Kleij. Gehinderd door de wind. Moeilijke tweede helft. Gekiepte doelman van Excelsior Maassluis. Maar het belangrijkste is dat Excelsior Maassluis weer eens een uitzege boekt. En het pakt drie belangrijke punten bij HFC door met 2-1 te winnen. Mede dankzij een fantastische goal van Derks.